Wat? Ja. Wat doet de ChristenUnie in het kabinet? Dat vraag ik me nou al een hele tijd af. Want hebben ze zo'n minister voor armoede? Ja, die Schouten. En die heeft dus nog helemaal niks voor die armoede gedaan. Nee, want de mensen in Nederland worden alsmaar armer. Ja, dus dat gaat geweldig. Dan hebben ze daar de minister van Landbouw gehad, die Stachouwer. Nee, die kon er helemaal niks van. Die kwam niet uit zijn woorden. En die kon geen rapportje opstellen. En ja, die gaf uiteindelijk toe dat het allemaal ver boven zijn pet ging. Nou, en nu hebben we die Adema. Die kan niet eens een landbouwakkoordje voor elkaar krijgen. En zo zijn ze maar bezig. En intussen zit dat kabinet nog helemaal vast in dat asielbeleid. En dat komt ook weer door die ChristenUnie. Ja, want die zit alleen maar mee te wawelen met D66. Onder het motto van kom maar binnen met je knecht. Ja, dus daar hebben we allemaal mee te maken. Dat is dan de rol van de ChristenUnie. En nu zijn ze weer bezig. Ja, met het alcoholverbod. Ja, en jij neemt de staatssecretaris van Rooien. Nooit van gehoord van ChristenUnie. Die is even bezig met Nederland ongezellig te maken. Maar ja, dat komt. Ja, die ChristenUnie, die zijn zelf heel erg ongezellig. Vrienden, ja, die weten echt niet hoe je de Polonaise moet lopen. Hoor. Nee, geen idee. Die zitten gewoon de hele dag lekker in de kerk en zo. En vroom kijken, dat kunnen ze heel goed. Ja, en op zondag niet voetballen. Nee, denk erom. En geen tv kijken. Nee, kijk uit. En weet je, allemaal die. Het is een hele ongezellige club. Ja, en dat willen ze nu. Ze willen Nederland ook ongezellig maken. Daar zijn ze nu mee bezig. Want geen alcohol in de sportkantines. Ja, ik snap ook wel dat alcohol voor je 18e dat niet goed is. Dat begrijp ik wel. En als je te veel zuipt, ja, dan is dat ook niet goed. Nee, want dan krijg je allerlei ziektes van en noem het allemaal maar op. Dat snappen we allemaal wel. Ja. Maar gewoon even lekker een biertje drinken in de sportkantine. Hey, is dat even leuk en gezellig? Ja. En gewoon even een flesje wijn willen kopen in de supermarkt. Dat mag ook niet meer van deze van Ooije. Nee. Zo gaat hij maar door. Regeltje. Over alcohol. En alleen maar om het ongezellig te maken. Ja, luister. Er gaat natuurlijk een heleboel van die dingen. Die gaan gewoon niet door. Want die VVD en de D66, die kijken wel uit. D66 ook, die kijken wel uit. Ja, als die daarin meegaan, dan hoeven ze niet eens meer mee te doen. Aan die verkiezingen. Ja, dit wil niemand, hou op man. Nee. Hey, ChristenUnie. Hey, weet je wat jullie doen? Jullie gaan lekker bidden. Hey, lekker zo. En dan doen wij intussen dit. Hey, dag.